school. Oké, dames en heren, welkom op de nabeschouwing van de wedstrijd Waasland-Beveren KV Kortrijk. Wedstrijd geëindigd op 1-3 in het voordeel van de bezoekers. Ik ga onmiddellijk naar de bezoekende coach Glenn De Boek. Welkom terug op de Freethiel. Jouw analyse van deze wedstrijd uiteraard. Goh, ik denk dat we een klein beetje nonchalant aan de wedstrijd begonnen zijn. Want de beste kans is in het begin was voor Waasland-Beveren. Maar dan een beetje zijn we toch beter beginnen voetballen. En dan hebben we toch een aantal kansen bij elkaar gevoetbald. En denk ik dat we verdiend op voorsprong komen. Dan worden we wat geholpen natuurlijk door de rode kaart van Bang Bang. En dan, dan hadden we de wedstrijd misschien beter moeten uitspelen. Maar we hebben toch, als je hier komt spelen en je kan meer dan 10 kansen bij elkaar voetballen, dan moet je als coach in de laatste wedstrijd zijnde van play-off 2 niks meer te winnen of te verliezen. Maar dan denk ik dat mijn spelers zich enorm professioneel gedragen hebben en er zijn blijven voor gaan. Natuurlijk, die penalty had nog de wedstrijd kunnen doen kantelen. Maar ik kan alleen maar fier zijn op wat de jongens vandaag nog maar eens gebracht hebben. En ook wat ze gebracht hebben in die periode dat ik trainer ben van Kortrijk. Ik denk dat we samen 30 matchen hebben beleefd, waarvan we 20 hebben gewonnen, 2 gelijk gespeeld. Dus die cijfers, ik denk dat we 56 doelpunten hebben gemaakt. Met 3 vandaag denk ik 59, dus bijna 60 doelpunten op 30 matchen. Ja, dat is fenomenaal. En daar kan je als coach, denk ik, alleen maar van dromen en blij om zijn dat die drive gebleven is tot laatste moment. En felicitaties aan mijn spelersgroep voor die prestatie en ook nog vandaag om het op te brengen om die prestatie op de mat te leggen. Had je nog een paar weken kunnen voortdoen met deze groep met een bepaalde motivatie? Of denk je van het is goed dat het seizoen nu het is gedaan goed. Is? Het is goed dat, je ziet ook, we waren vandaag maar met 17 man. Dus er beginnen ook een aantal kleine blessuurtjes te komen. Er zitten 3 jonge kerels op de bank die nog nooit een wedstrijd in eerste klasse hebben gespeeld. Ik ben blij voor Hotcha dat hij die doelpunt maakt. Voor die andere jongen ook dat hij nog invalt. Voor Liam. Dat zijn leuke momenten. En zeker als je dan die wedstrijd wint. Maar wij voelen dan alles dat we hebben natuurlijk, als je een groep overpakt midden het seizoen, dan weet je dat je een andere weg moet inslaan. En ze hebben dat gevolgd. En ik vind het fantastisch. Want je kan als trainer wel een idee hebben. Maar als je die groep niet meekrijgt, ja, dan krijg je soms het omgekeerde. Maar wij hebben ze denk ik uitgeperst. Van in het begin. En daar zien we nu een klein beetje op het einde. Dus de jongens hebben die 4 weken verlof ten volle verdiend. En wat gaat Glenn De Boek doen de komende 4 weken? Eerst vergaderen. Ik denk dat er nog een aantal zaken moeten opgelost worden. Want het is niet alleen de spelersgroep, het is niet alleen Glenn De Boek, maar het is ook die staf die geweldig heeft gewerkt. Er zat een geweldige dynamiek in de staf en die dynamiek hebben we overgebracht op die spelersgroep. En het is nooit leuk dat je dan iemand, je rechterhand zijnde, dat daar een beslissing in wordt genomen die je eigenlijk niet wil. Want ik denk dat dat een heel waardevol persoon is in de trainerstaf. Ik denk dat er enorm veel evenwicht in die trainerstaf zit. En we zullen daar deze week hopelijk nog een keer over samen zitten. En hopelijk kunnen we dan de mensen van gedachten doen veranderen. Oké, een strijdvaardige Glenn De Boek. Zo kennen we hem. Dankjewel. En goede terugkeer naar Kortrijk. Dank u. Ja, Dirk Gerard, een 1-3 overwinning voor Kortrijk. Verdiende overwinning volgens jou? Maar ik denk, zoals aangegeven, we krijgen de eerste kans, misschien ook wel een van de 2 kansen in de eerste helft. En dan weet je, als je tegen Kortrijk speelt met een onuitgegeven elftal en na een 8-0 pandoering in Waregem, waarbij dat iedereen in de kleedkamer op zijn gat zit, dat al niet zo gemakkelijk is om opnieuw een strijdbaar elftal tussen de lijnen te krijgen. En dat vond ik dat we dat vandaag wel gezien hebben. Er was opnieuw ook een beetje match met het publiek. En men kan niet zeggen dat men er niet voor gegaan is, maar dan zie je dat de kwaliteit op een bepaald moment naar boven komt en dat stelselmatig de kansen er komen. De goal die valt vond ik wel vrij gemakkelijk, maar was op dat moment verdiend. En dan worden we in feite genekt door een speler van ons die Hans De Ploeg in de voet schiet. Door een domme rode kaart, waarbij dat je de tweede helft eigenlijk geen kans meer hebt en met 10 moet verder doen. En als dan onmiddellijk ook nog de 0-2 valt, dan denkt je van, oh nee, toch niet opnieuw en dan nog thuis. Want de tegenstander ruikt dan ook bloed.
Maar we komen dan ook via een prachtgoal terug tot 1-2. En als die penalty erin gaat 2-2, dan weet je nooit in voetbal. Maar dan kregen we opnieuw een tegenslag. En ja, als je al... Het geluk van in het begin van het seizoen is een beetje weg. En op het einde van het seizoen, als iedereen al minder gespeeld heeft, heel veel geblesseerden die er zijn, mentaal aan de grond zit in een thuiswedstrijd, met in feite een beetje schrik om niet af te gaan. En dan die 2-2 en met 10 man het niet kunt doen, dan vind ik dat ze nog een goede prestatie geleverd hebben. Want op het einde hebben we ook nog geprobeerd om nog iets te forceren. Het was wel een beetje ook geforceerd om dat te doen. Maar dan worden we natuurlijk afgestraft. Dus al bij al is dat een verdiende overwinning voor Kortrijk. Hoe was het voor jou om nog eens T1 te zijn van eerste klasse ploeg? Vond je het makkelijk of moeilijk om zo een laatste wedstrijd over te nemen? Ja, in feite is dat geen cadeau, want je zit daar niet op te wachten. Je weet, je hebt je rol dit jaar gespeeld als assistenttrainer. We hebben al een wissel gehad in december en toen heb ik feestelijk bedankt, omdat ik vond dat niet gepast was. Dit was een ander gegeven. De club heeft, alleen het belang van de club heb ik dit gedaan en ook uit respect voor de voorzitter en het bestuur. Omdat ik denk dat ik vanuit de psychologische inbreng de kleedkamer opnieuw wat tot leven kon wekken. En opnieuw wat kon inpraten, zeker met de beroepservaring die ik heb. Had ik toch het gevoel van, dit kan ik niet laten schieten en hier moet ik mijn rol spelen. En als ik dit niet doe, dan steek ik me weg. En dat zou niet correct zijn tegenover iedereen. En ik denk dat er toch wel iets van te merken was op het veld.